Alle mensen die een zuinige Fiat Punto Evoel Diesel of een Polo Blue Motion hebben gekocht, kunnen rustig gaan slapen. De mrb vrijstelling blijft. Tot 2013. Dit is het AutoWeek nieuws van week nummer 38. Dit is de nieuwe BMW 6-serie. Deze week alle feiten. Prinsjesdag plannen. De mrb vrijstelling die blijft. Maar de BPM-afbouw wordt stopgezet. AutoWeek lanceert zijn iPad-app. Meer dan een digitale versie van het magazine. Welkom bij het AutoWeek nieuws van week nummer 38. We hebben een probleem, want de nieuwe BMW 6-serie is uit. En als de huidige 5-serie al zo'n geweldige auto is om te rijden, hoe spannend is dan nog de introductie van de BMW 6-serie? Dit kan alleen maar een fantastische auto worden. Het design is natuurlijk subjectief, bij ons op de site waren de meningen verdeeld. De meerderheid zei echter, thumbs up. Gisteren was het Prinsjedag en is bekend geworden dat de MRB-verstelling definitief blijft. Wel te verstaan tot 2013. Wel heeft de overheid te kennen gegeven dat van oneindigheid geen sprake kan zijn en ze gaan een onderzoek doen naar hoe ze met die vrijstellingen moeten omgaan. Hetzelfde geldt voor de BPM en de bijtelling. Dus mensen moeten enerzijds wel het voordeel krijgen als ze een auto hebben gekocht, maar het voordeel kan niet tot de oneindigheid blijven bestaan. Waarschijnlijk komt er een overgangsregeling. De vrijstelling gaat op een gegeven moment vervallen, maar in plaats daarvan gaan mensen niet in één keer het volledige tarief bepalen. In 2011 worden de resultaten van dit onderzoek bekend. Outweek heeft zijn app voor de iPad gelanceerd omdat we heel bewust meer wilden bieden dan gewoon de PDF van het blad, hebben we er even aan gewerkt. Als je de app downloadt, heb je sowieso de beschikking over het allerlaatste autonieuws en Carbase en ons volledige testarchief, tienduizenden tests. Maar je kan ook iedere week een digitale Outweek downloaden. En dit is dus een andere versie dan die in de winkel ligt. Veel meer video's eraan, veel meer interactiviteit, veel meer foto's. En op die manier wordt de iPad dus echt gebruikt zoals die oorspronkelijk bedoeld is. Outweek 38 ligt inmiddels in de winkels, met deze week de volgende onderwerpen. Een multitest met bijtellingskanonnen. De nieuwe Toyota Auris Hybrid neemt het op tegen zijn concurrenten. Een rijpressie met een echte Turbo Smurf. Deze Volvo C30 Polestar heeft 400 PK en vierwielaandrijving. Hybride technieken nemen nog steeds hand over hand toe om het een beetje overzichtelijk te maken, deze week een technisch overzicht van alle hybride systemen die nu op de markt zijn. Dat was voor deze week. Op dit moment is collega Frank Jacobs aan het rijden met de Sangyong C200. En collega Tamelink probeert nu de nieuwe Seat Alhambra. Tot volgende week.